Goedemorgen, het is vandaag 31 maart en dat betekent dat het Pasen is. Het is vandaag eerste paasdag en ja, ik zou eigenlijk een redelijk rustige eerste paasdag hebben. Maar gisteren was ik op stap met Anita en Anita is een vriendin geweest van mijn vader, toen mijn vader nog leefde. En we hebben elkaar vorig jaar weer gezien. We hadden heel lang geen contact. En ineens vorig jaar kwamen we elkaar tegen in het oude Luxor Theater. En sindsdien hebben we weer contact. Dan gaan we af en toe samen op stap. En zij is vrijwilliger in het Luxor Theater. Dus ja, hartstikke leuk. Nou, vandaag staat daar dus Jesus Christ Superstar. Ik heb die musical nog nooit gezien. Hij stond wel op mijn to-see-list. Want als je mij een klein beetje kent, dan weet je dat ik musicals heel erg leuk vind. Ik heb er al heel wat gezien. Mijn favoriet was The Lion King. Gevolgd door Les Miserables. Goeie combi, I know. Dus ja, Jesus Christ Superstar stond wel op het verlanglijstje. Maar ja, musicalretjes, duur. En toen vroeg Anita gisteren ineens van, joh, vind je het leuk om morgen naar de voorstelling te komen? Want omdat zij dus werkt, mocht zij iemand meenemen. Nou, hoe leuk is dat? Dus ik ga vanmiddag naar Jesus Christ Superstar. Ik heb er heel veel zin in. Wat ook wel leuk is dat Richard Spijkers, dat is een kennis van mij waarmee ik in het geheim van Sophia zat, die moet vandaag op. Dus dat is ook al heel erg leuk. En Paul de Leeuw zit erin. Nou, dat vind ik ook helemaal geweldig. Dus het wordt gewoon een geweldige dag. En daarvoor ga ik dus brunchen met mijn ouders. En ik heb de tafel al gedekt. En ik zit de hele tijd al naar te kijken, want hij staat altijd. En ik ben best trots. Dus ik wil jullie even laten zien hoe mooi ik de tafel gedekt heb. Let op. Kijk! Nou, is het gezellig of is het gezellig? Tafelkleed, tafelloper, helemaal into de Pasen. Nou, ik vind het leuk. Mijn moeder brengt zo het eten. Dat is ook best praktisch. Mijn nagels zijn ook helemaal in de paassfeer. Ik heb gisteren voor het eerst mini-acneels geplakt. En het is best goed gelukt. Alleen deze rand, kijk, want daar bijt ik nagels. Is iets minder, maar ja, dat komt gewoon ook door mijn nagels. Dus het ziet er ook weer gelijk wat frisser uit. En de Stanley Cup staat er weer klaar voor. Voor een nieuwe dag. Jake, wil je nog wat verdelen? Wat ben je toch knap? Even een bericht sturen naar Bastienne. Die is vandaag jarig. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier wordt de piep. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Het is nu bijna 11:30. Ik heb honger. Ik zal eens kijken waar ze blijven. Tijd. Allemaal eitjes. En de kies. Kijk ook. Dit is mijn proeven weer lekker nu. Alvast wel. En een soepje erbij. Nou, dat wordt smikkelen en smullen. Zo, de brunch zit erin. De brunch. Brunch, whatever. Nu in de metro richting een nieuwe Luxor. Ik hoorde van Anita dat ze hoofdtoekletjes geregeld heeft, dus dat is fijn. Dus dan blijf ik lekker een beetje chillen. Oh, dit vind ik altijd zo'n mooi stukje Rotterdam. De zwem, het water. Alleen die lift, maar goed. Het is weer gelukt. Kijk! En het nieuwe Luxor. Woehoe! Ruim op tijd. Het is bijna 3:50, dus you go, Daan. Hey, story of boybands. Leuk. Leuk. Moet ik even in de gaten houden. Kaartje verhalen. Oké, we gaan naar binnen. We zijn binnen. Het is echt druk. Al stijf uitverkocht. Denk ik. Nou, het is gelukt. Op het roze podium.
Moet je kijken hoe vol de zuil zit. Nee, hij is kort en ik mag niet. Dus, mij later zit geen pauze in, heb ik gehoord. Wordt er lang zitten, maar ik heb er zin in. Nou, ik ben weer thuis. Want ik dacht, ik ga nog even een slotapplaus voor jullie filmen, maar dat mag dus niet. Dus dat, ja, dat zit er dus niet in. Sorry. Want dat zei dus echt vooraan de voorstelling, zeg maar, van je mag niet het slotapplaus filmen. Nou, normaal gesproken mag het altijd, maar bij deze voorstelling dus niet. Oké, fair enough. Wat vond ik van Jesus Christ Superstar? Het is wat anders dan The Passion, hè? Het is echt wel een hele mooie voorstelling. En hele mooie liedjes zitten erin. Ik herkende er meer dan ik van tevoren dacht. Wat is Lucas Hamming goed? De tandjes. Jan McCroy ook trouwens. Maar Lucas Hamming stol wel de show, zeg maar, vond ik. Richard was ook fantastisch. Hele mooie rol. Ik was al fan van zijn stem. Door het Geheim van Sofia. Want daar heeft hij ook een liedje voor gezongen. Maar jezus, wat een stem. Ook een paar solo's die hij had, zeg maar, echt kippenvel. Verder is hij heel heftig. Maar wel, ja, het is echt een hele mooie voorstelling. Het is echt, als je kans krijgt, zeker heen gaan. Soep. Met brood. Nog de soep die over was voor mijn moeder. Lara, kort avondeten. Op de achtergrond lekker Friends. Heerlijke zondagavond zo. Ja, gaan. Nou, want als je een slecht gevoel hebt, dan blijkt het ook slecht. Koffietjes kijken en een stukje pasta eten. Het te komen. Ja, ik let het wordt niet gezelliger dan dat. En op zondag kijk ik altijd de serie De Joodse Raad. Vind ik een hele mooie serie. Ik vraag me dus af of er meer mensen zijn die ik ken die hier naar kijken. Ik vind het echt een waanzinnig mooie serie. Ja, het is bijna 12 uur. Tijd om te gaan slapen. Het was een hele leuke, maar lange dag. Leuke paasdag. Leuke eerste paasdag. Tweede paasdag heb ik niet heel veel op de planning staan. Ik denk gewoon lekker uitslapen, want ik ben vrij morgen. En verder zie ik het wel. Zoals mijn jeugdheld dat vroeger altijd zei. Ik ga niks doen en dat ga ik heel lang volhouden. Voordat ik de vlog afsluit, wil ik even nog iets aan jullie laten zien. Wat ik echt bot irritant vind. Het is echt een irritatiefactortje, zoals Jochem Meijer dat zo mooi zegt. 2.0, komt ie aan. Kijk, dit is Stella. Mijn biepapapparaat waar ik mee moet slapen 's nachts om mijn longen te ondersteunen. En Stella heeft een klokje, zoals je kan zien. De klok staat verkeerd, zoals je ook kan zien. Het ding is namelijk, je kan de tijd van deze meid niet instellen. Ik heb dit serieus al aan de verpleging gevraagd van het Centrum voor Thuisbeademing, waar ik Stella van gekregen heb. IC-verpleging. En van de fabrikant die dat ding maakt, die bij mij thuis is geweest voor een keuring, heb ik gevraagd hoe dat moet. Iedereen zegt hetzelfde. Je kunt dit niet veranderen. Dus ik moet er dus mee leren leven dat die dus een half jaar per jaar niet goed staat. Ik vind dat dus bloed irritant. Goed, genoeg eerste wereld problemen. Want ja, zonder Stella kan ik ook niet. Dus ja, ik kan wel bitchen over het feit dat die meid niet op tijd loopt. Maar ja, ik heb het er toch nodig helaas. Maar goed, dus dat is bijna irritatiefactortje. De komende 6 maanden. Mocht er iemand verstand hebben van een Steller. Heet dat ding volgens mij? Ja, daarom noem ik haar Stella. Steller Resmet staat erop. Let me know. Misschien dat jij me kan helpen om dat toch die tijd te veranderen. Want het irriteert me echt mateloos. Maar goed. Lieve mensen, ik ga de vlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je het een leuke vlog? Geef me even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En als je ideeën hebt over leuke content, hoor ik het ook heel graag. Zo van, nou, ik wil graag dat je daar een keer een vlog van opneemt. Of een get ready with me. Of whatever. Dat, ja, laat me weten. Leuk. Vind ik leuk. Alright, oké. Nou, tot de volgende keer.